Yo, iedereen leuk, kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag zijn we met DJ Lightman. Op de andere monten daar de Orcal en K01 als ik het goed heb. Vandaag gaan we een toertje doen op de CRM, Mort 25 natuurlijk. Welke anders, hè? De DAX kon ook, maar die bespaar ik liever van al de zoutresten en zo die ook nog op de weg liggen. Daarmee ga ik pas echt in de zomer. En we gaan hier rappig, want anders gaat die hond een beetje reclameren. En deze video is opgenomen direct na het kuisen van mijn CRM, want gewoon erna belde Eli even om te zeggen van wil je een toertje gaan doen. Het is uniek weer voor deze periode van het jaar. Allee, vorige week was het nog min 10. Nu gaven ze al 16 graden, dus dan dacht ik gewoon, waarom niet, hè? We gaan naar, nu naar onze spot gaan. Wij noemen dat onze spot omdat we daar vaak naartoe gaan en we waren daar een keer en we vonden allebei wel mooi daar. Dan dachten we van, even rustig en voor ons. Dan dachten we gewoon van, ja, we kunnen naar Ginder onze spot noemen. We kunnen Ginder onze spot noemen. En moesten we zeggen, kom je naar onze spot, dan gaan we gewoon naar Ginder. Dus. Maar we vinden het allebei mooi daar. En de route om daar te gaan is ook wel mooi. Zeker als je van de andere kant komt waar wij nu van komen. Dus nu hebben we eigenlijk het mooie stuk. Want anders is het mooie stuk na onze spot. Nou ja. Dan zie je natuurlijk ervoor niet. Het mooie landschap zoals we nu zien. Met alle schapen. Dat was schattig. Ik weet niet of ik dat op beeld had. Een klein lammetje. Ik kreeg ook nog een opmerking van iemand. Ah, geen opmerking, maar een tip of zo. In de comments van een vorige video om de prop uit de uitlaat te halen. De prop, ja. Dat ga ik waarschijnlijk ook nog doen in een aparte video. Nu zie je er nog in. Als er eentje in zit. Hopelijk zit er eentje in. Anders doe ik die uitlaat voor niks open. Oula. Dat was slecht geschakeld van mij. Nee, maar ik heb hem toch sowieso nog binnen doen zoals ik heb gezegd in de video dat ik vast zat met mijn CRM in de modder. Dat ik het misschien binnen doen voor een onderhoud en voor alles eens na te checken, want het zomerseizoen komt binnenkort eraan en dan willen we natuurlijk wel verder rijden. Hè. En dan moet hem ook wel in orde zijn, want als je dan nog een afspraak moet maken om om hem nog eens te laten onderhouden, dan kan je wel nog heel lang wachten. Heb ik vaak gehoord. Ik heb bij de way nog nooit een scooter. Een scooter denk ik wel één keer, omdat ik die niet heb gekocht in de garage. Maar bijvoorbeeld alle motto's die jullie kennen, heb ik nog nooit op onderhoud laten doen. Wel bedacht, maar dat was enkel voor de tijd. Mechanisch heb ik gezegd, laat dat zo, dat zal ik wel doen. Ook al was er niks aan te doen, maar je weet, ze kunnen altijd wel iets vinden om te zeggen van ja, dat was niet goed, dus hebben we dat vernieuwd. Nee, maar zo leer je ook vaak dingen zo bij als je het zelf probeert. Hè. Je moet geen bang hebben om iets kapot te maken, want allee, daar leert je gewoon uit. Wat als een stuk is dat zeldzaam is bijvoorbeeld aan een hondenbak of zo. Maar dan moet je, dan moet je gewoon je verstand gebruiken. Maar dus ja, nu gaan we naar onze spot. Ik dacht ik neem jullie mee. Ik neem jullie sowieso altijd mee als ik ga rijden. Zeker met jullie. Hopelijk vinden jullie deze video leuk, laat dan zeker een like achter beneden in de comments, laat maar weten of voor video de volgende keer moet zijn. Ja, Eli kent goed de weg. Ik zeg, ga jij voorop, want mijn kilometerteller die is niet on point, hè, laten we zeggen. Gelukkig weet ik ongeveer wat 50 per uur is op deze teller.
Ja, onze fans allemaal. Hallo. Nee, maar ik denk dat deze ook de eerste video is dat Eli vooraan rijdt. Ik ben er niet zeker van. Maar kijk, dat is ook een keer iets anders, hè. Hopelijk wordt mijn microfoon wel goed, want anders zit ik hier alleen maar tegen mijn eigen te praten. Ik moet echt die mod setup microfoon kopen voor een GoPro voor motorvlogging. Kon je op eBay kopen, of Amazon was het, denk ik. Ja. Dan had je zo de GoPro houder, met dan nog zo'n bakje eronder voor je GoPro mic adapter ofzo. En dat lijkt me wel interessant om te kopen. En nu dat ik toch veel motorvlogs maak. Nu wat minder uiteraard omdat het slecht weer is, maar zoals ik al bij het motorseizoen, zeg dat nu straks. Zeg dat straks tegen je. Zomerseizoen? Dat was slecht verwoord. Sorry mensen. Full black, yeah. Oh man, what the fuck? All black, I can't leave my fuck. Zes geladen guns in de laadbak. Nee, maar ja. Nu is binnenkort misschien dan toch die prop eruit halen. Uit de uitlaat. En dan kunnen we full gas doen. Als je naar dat vliegtuig kijkt, je blijft gewoon vast en precies in de lucht. Ik ga geen eerst op iets gezeken. Binnenkort ook weer nieuws over, over het projectje van de Motorax. Daar komt binnenkort nog van nieuws over. Momenteel nog niet. Maar binnenkort ja. Kom aan Eli. Maar er komt niemand. Natuurlijk met corona maatregelen, of course. Hè. Ik heb hem helemaal goed opgehouden. Piet ook een dikke afstand. En hij heeft afstand bewaard. Dus. En we zijn in de buitenlucht. Maar ja, jullie weten mensen, als jullie het moeilijk hebben met corona of zo, gewoon altijd praten. Praten is het beste. Ik zeg niet dat Eli daar geen probleem mee heeft, totaal niet. Maar gewoon, praten is best oplossing. Dat zal ik wel zeggen. Overal werken hier. Nou, juist om, ja, ik ook eigenlijk, maar ben thuis om mijn bikes te kussen. Heel die trucks en bikes te kussen. Ik kan wat waar we net vandaan kwamen. Laat die werken en met dit doen. Ik heb vandaag ook gewoon congé, bij onze week. Maar ik moet je niet vertellen. Geen vakantie, maar omdat ik niet erin ben, mijn week ontwikkeld. Maar ja, daar ben ik. Nu van het gedaan. Deze week ben ik thuis en voor volgende week ben ik ook nog niet zeker. En daarna weer niet meer weg.
hoop dat je daar nu rechtdoor kunt. Want voor een keer waren we daar ook weer aan het trekken. Nee, ik had de zomer eigenlijk. Moet hij de rutjes dicht tegen ons? Nee, goed hè. Nee, je moet je op F. Hier mag je dan ook echt zijn. Normaal deed de ganse straat 30. Nee, we kunnen wat er niet doen. Nee. Dat is jammer. Beter recht. Dat is een paardje weg. Of blijkbaar een heel. Iets blijkbaar een keer dat we gaan. Dat is niet helemaal. Dat is niet helemaal. Ik zie daar gewoon van kost dat je niet droog mag. Dat is het een van de rechtse paardjes die je opbrengt. Maar dat maakt het uit. Dat is minder mooi, dat is meer. By the way guys, thanks for the 200 subs. Ja, we gaan naar... thanks for the 200 subs guys. Volgens mij zitten we al naar 208. Als ik het goed heb. Dus dat waardeer ik enorm. Dank u voor iedereen die geabonneerd is. En dan mijn video's kijkt en nog liked. Hier moet ik dan nee, dat is ook zo. Nee, die ik
blij dat we vandaag nog eens konden rijden. Met die twee. Kijk je ook niet lekker, hè. Speerding behouden tegen een vochtloper. Ik hoop dat Eddie nog een beetje bij is. Oeh, hij is direct achter mij. Ik ga dat niet zien. Logisch vakantie voor mensen. Nu was het precies een beetje ruzie. Maar nu komen we weer op dat modderig deel. En die taxi, ik weet niet wat die aan het doen is. Die deed 30 of zo. Even kijken of er niemand komt. En dan kunnen wij ook.